Bonsoir tout le monde, je ne sais pas où vous êtes, mais moi je suis ici devant la, la télé Majesté à Amsterdam et je remercie mes invitateurs que je puisse prêcher la parole de Dieu. Hartelijk dank voor les mensen qui m'ont comme vous constatez que je prêche un peu en français, mais comme je suis hollandais, je change un peu ma langue et peut-être vous ne me suivez pas, mais nous. We uh, la spreken allemaal uh, de, de taal van de Heilige Geest. En uh, dat is de Geest die ons leidt, die al alle waarheid leidt. En wat is dat geweldig, dat we zo elkaar ook mogen uh, horen en dat we het uh, evangelie met elkaar mogen delen. Het is echt een heel spéciale pour voor om de partager van God met Dieu te delen. En me voilà, de uh, pasteur Jacob Romers. Ik kom uit Amersfoort souvent, um, le, le Dieu parole, en vaak ben ik ook in het Afrikaanse continent. Dus God heeft me appelé om la te in Afrika. God heeft me vooral uh, geroepen om het evangelie te prediken in, uh, in Afrika. En vandaar dat ik hier ook in Amsterdam ben, omdat ik daar veel vrienden heb. En dat moet eerst even van het hart in het Nederlands, doe ik dat even. Ook voor mijn uh, Afrikaanse vrienden. Wij zijn eigenlijk aan de ene kant een beetje beschaamd dat jullie er zijn. ...hoewel jullie natuurlijk hartelijk welkom zijn. Maar we zijn hier in Amsterdam en in de 16e eeuw waren hier meer dan 11 grote kerken. Nederlandse kerken. God heeft hier zijn heilige geest uitgestort in de 16e eeuw al. En als we nu zien wat er nog van over is, 2% in Amsterdam is nog een beleidend christen. En wij stuurden vroeger de zendelingen en de missionarissen naar Afrika... Om het evangelie te vertellen en het evangelie te verkondigen. En nou is het de andere kant. Daarom zeg ik mijn broeders en mijn zusters hier. Ook de broeders en de zusters die hier zijn, die het evangelie verkondigen. En ik heb nog wel een kleine aanbeveling. Het is ontzettend belangrijk dat jullie ook Nederlands in het Nederlands spreken, hier in Nederland. Want wij hebben jullie nodig. God stuurt jullie om de warmte. We hebben het net gehad over het. Het is een beetje koud in Nederland op het ogenblik. Het, het regent en het wordt nog kouder, want het gaat vriezen. Maar als wij de kracht van de Heilige Geest hebben. en de warmte van de Heilige Geest hebben. dan gaat God grote dingen doen. Want ik geloof. ik geloof zeker dat God Nederland niet vergeten heeft. Het feit dat hier zoveel van onze broeders en zusters uit Nederland zijn. dat is een bewijs dat God ons nog niet vergeten is. Maar wat wel belangrijk is. is wat doen wij daarmee? Wat doen we met de boodschap? En hoe ontvangen wij onze broeders en zusters? En luisteren we ook naar het woord en het Evangelie. wat uh, zij ons brengen. Mes chers amis français, où vous êtes, je ne sais pas, ici en Hollande, aux Pays-Bas, en Belgique, en Suisse, en France, ou peut-être en Afrique, dans le monde entier, je vais vous annoncer quelque chose, la parole de Dieu, et je vais vous parler de la crise. Ici en Hollande, nous avons une crise financière. C'est dur pour nous. Peut-être vous pensez, là en Hollande, aux Pays-Bas, c'est le paradis. Il y a des, des, des Africains qui pensent qu'ici c'est le paradis, mais je vais vous décevoir parce qu'ici, il n'y a pas le paradis. C'est dur ici, il y a une crise financière. Mais peut-être, vous traversez une crise de santé, peut-être vous traversez une crise de mariage, vous traversez une crise avec vos enfants, vous traversez une crise nationale ou mondiale, une crise vous pouvez être choqué. Mais par la grâce de Dieu, je vais vous annoncer une très bonne nouvelle. Et si vous avez besoin d'une prière, il y a un numéro de téléphone. Vous voyez 020 33 74 160. Si vous avez besoin d'une prière, n'hésitez pas. Moi, j'ai ici cet appareil et à travers de cet appareil, je peux euh, prier avec vous. Donc euh, c'est pas en vain que je suis ici. On m'a invité de prêcher la parole de Dieu, d'annoncer le message de Dieu. Donc, si vous vous sentez vraiment d'être touché et vous avez besoin d'une prière, n'hésitez pas. On va parler donc de la crise. Et d'abord, on va faire la diagnostic d'une crise. Et après, la pronostic. Et après, la solution. Parce que pour toute crise, malgré la crise, il y a une solution. Relief de lâche, Als u door een crisis gaat, er is in Nederland een crisis. We hebben een nieuwe regering en onze nieuwe minister-president, dat is dezelfde als de vorige keer, meneer Rutte, die heeft het erover, wij willen sterker uit de crisis komen. Maar deze meneer, en we bidden voor hem, want hij is, een, hij is onze minister-president, dus we hebben hem lief, maar we bidden voor hem dat hij gaat begrijpen wat de oorzaak is van deze crisis. Maar ook dat hij gaat begrijpen wat de oplossingen zijn van een crisis. Want we hebben niet alleen een financiële crisis, we hebben een veel grotere crisis. We hebben namelijk een geestelijke crisis hier in Nederland. Er zijn heel veel mensen die in de wanhoop zijn. Omdat ze met God hebben afgerekend en ze denken, en wij denken het in Nederland zelf te kunnen. We hebben zoveel zogenaamde nog rijkdom. We hebben onze apparatuur, we hebben onze ziekenhuizen. We hebben onze, wij, kunnen, wij kunnen menselijk leven maken in laboratoria. Wij denken net als God te kunnen zijn. Wat een ontzettende vergissing. En daarom hoor je van de mensen ja, dat ze het zelf moeten doen. Wij moeten uit de crisis komen. En dat is een mislukking. Als wij God uit ons leven bannen, lieve mensen. dan vroeg of laat dan vallen we in de handen van Satan. Dat zijn we dan al gevallen. En Satan is een mensenmoordenaar. Die wil ons, die wil ons vermoorden, die wil ons killen. Maar God die zegt in de Bijbel en die spreekt over een oplossing uit deze crisis. En hoe is dat nou gekomen? Wat is nou eigenlijk de, de oorzaak van deze crisis? En de oorzaak van deze crisis die kunnen we vinden de Bijbel natuurlijk. Daar begint het. God had ons goed geschapen. Maar de mens is in ongehoorzaamheid gekomen. En die ongehoorzaamheid die heeft hem gebracht in een crisis. En dat lezen we in de Bijbel in Genesis 3. Genesis 3 vanaf vers 22 tot en met 24. Adam et Eve, il était dans le paradis. Et là, le, le Seigneur dit, dans Genèse 3, verset 22 jusqu'à 24, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal, et empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Mais bien aimé, la cause... Directe de toute crise que vous traversez, c'est la désobéissance. C'est la désobéissance parce que nous sommes devenus désobéissantes. C'est à, à ce moment-là, nous avons rompu le lien avec Dieu et notre cœur. Parce qu'il y a une signification de crise, une signification de crise, c'est la rupture. Donc on a, on a brisé le lien entre Dieu et notre cœur et on est devenu sans vie. Et Dieu a dit, je vais vous chasser de ce paradis afin que vous cultiviez la terre d'où il avait été pris selon Genèse 24. C'est ainsi, la Bible dit, c'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du Jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Mais bien aimé, et ça c'est notre problème crucial, ça c'est notre problème principal la désobéissance et c'est à, à ce moment-là que le monde souffre peut-être aussi vous souffrez j'ai visité beaucoup de pays entre-temps entre euh, en afrique et j'ai vu vraiment des, des crises des crises au foyer des crises au pays des crises financières des crises de la santé et c'est tout à cause à cause de la désobéissance envers dieu et quand nous traversons la Bible et commençons par Genèse 3, nous voyons des gens qui sont dans une crise. Par exemple, quand je pense à Job, Job, quand on lit Job 3, c'est vraiment quelqu'un qui était dans une crise. On est en train de développer un peu euh, la crise. Mais bien aimé, Job, quand il était sur cette terre, il était un homme riche, avait beaucoup de biens, il a ses enfants. Il a sa femme, il a ses troupeaux, mais tout à coup, tout à tout l'a remis de ses mains. Il a eu des problèmes sérieux. Et puis il dit Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Et il prit la parole et dit Périsse le jour où je suis né, et la nuit qui dit Un enfant mal est conçu, ce jour qui se change en ténèbres, que Dieu n'ait point souci dans le ciel et que la lumière ne rayonne plus sur lui. Mais bien aimé, Geliefde hoorders, ik ben nu even iets aan het zeggen over het leven van Job. Als er iemand een crisis heeft doorgemaakt in zijn leven, dan is het Job geweest. Job, die man die zo rijk was, Job met zijn vele kinderen, Job met zijn vrouw, met zijn goederen, een man die geëerd was. En in één klap, in één dag, was hij alles kwijt. En dat is vreselijk geweest. Dat heeft hem geraakt tot in het diepste van zijn ziel. En. Weet je wat nog zo erg was? Op een gegeven moment dan denk je dat je steun hebt en dat, dat herkent u misschien wel. U zoekt dan misschien steun bij mensen als u opeens in een crisis terechtkomt. U verliest uw goederen, u verliest uw bedrijf, u verliest uw gezondheid, u verliest een kind. En dan komt u in een crisis terecht en dan zoekt u steun bij mensen. En ik hoop van harte dat u een goede vriend heeft of een goede vriendin bij wie u terecht kan. Maar deze man Job, in plaats van dat hij getroost wordt door zijn vrouw, zegt zijn vrouw: Zegen God! En sterf. Dus dat gaat er nog dieper in. De crisis wordt groter in het leven van Job. En dan komen die vrienden bij hem, die drie vrienden, en die gaan hem van alles beschuldigen. De vrienden zeggen, ja, er moet wel iets bijzonders zijn in jouw leven. Het is niet normaal wat je allemaal meemaakt. Dus in plaats van dat ze hem troosten, wordt het nog erger in zijn leven. Hij zit in een crisis. En dat is allemaal erg. Dat is vreselijk. Maar wat is het allerergste? Wat is het allerergste in het leven van een mens als jij in zo'n crisis terechtkomt? En wat voor crisis het dan ook is. En weet je wat het, de allerergste crisis was in het leven van Job? Als je begint in Job 3, weet je wat, wat dan opvalt als wij doorbladeren door dat boek van Job? Waar is God? Waar is God? En misschien zijn er mensen. Is je vele dier en français? I try to see. I try also to say it in English. Maybe you are through a crisis, and your biggest problem is that you ask, "Where is God?" Mm -hmm. I pray every day. I pray, but there is nothing to change in my life. I am here in a crisis. I have no answers. I read my Bible, but I don't. Find a solution. Ik vind geen oplossing voor mijn probleem. Er is geen oplossing. Waar is God? En als u dan nog mensen hebt om u heen die zeggen, ja, maar er moet wel wat zijn in jouw leven. Jij bent misschien wel. Jij verbergt misschien wel iets. Er is misschien wel, ja, er is misschien wel een verborgen zonde. Il y a des péchés cachés dan voortgevi. Petet, petet, tu ne le die pa. Misschien wil jij het wel niet zeggen, maar er is misschien, word jij wel gestraft door God en dat doet jouw hart in één krimpen. Want jij weet dat het niet waar is. En als we dan het leven van Job nagaan, dan zien wij, op een gegeven moment gaan die vrienden praten en hij gaat praten, maar waar is God? En dat is, dat, is, dat kan heel diep gaan. Misschien lig jij in het ziekenhuis. Of misschien heb je een ziek kind. Misschien heb je rekeningen die je niet kunt betalen. Misschien heb je een heel groot probleem en je zegt, waar is God? En dat is, dat is een geweldig probleem, weet u. Dat vind ik ook ergens in de psalm, want u bent niet, als misschien al nu al een troost. Misschien is dat voor u een troost, dat dat niet, u bent niet de enige. Ik noem hier Job en dat laten we, ik kom zo even op Job terug. Je revient sur Job, je le laisse et on va traverser une psalme. Wij gaan even een psalm lezen, psalm 77. En Psalm 77, wij Asaf aan. Asaf, een van, de, een van de dichters die 13 Psalmen heeft geschreven. En deze man, die, heeft, die zit ook in een crisis. Cet homme, Asaf, je lis le, le Psalm 77. Il, vraiment, il se trouve aussi dans une crise. Il pose des questions. Il crie vers Dieu. Il dit dans le Psalm 20, euh, 60, 27. voix s'élève à Dieu et je crie. Ma voix s'élève à Dieu et Il m'écoutera et Il continue et Il arrive et je vais aussi le lire dans, um, dans le, la Bible anglaise. I, I like to to read it also in the English Bible. And in the English Bible, I think it's not correctly um, translated, but I read it for, first in the English Bible. In Psalm 77 the the Bible says and I said. This is my infi infirmity, but I will remember the years and so on. But in the English, in the, uh, in the French Bible and in the Dutch Bible, they said, and I translate it in Dutch now, Wat is het ergste voor mij? Het ergste voor mij is dat de rechterhand van de Allerhoogste veranderd is. Dat is voor mij het ergste. Hij zegt, ik maak van alles en nog wat mee. En ik heb gesteund op de rechterhand van de rechterhand van God. Dat is de kracht van God. Dat is de power of God. En die was, altijd, die was altijd bij mij. Die was over mij uitgestrekt. Maar nu, nu zit ik in de crisis. En God is er niet. Nee, het lijkt wel of God een vijand voor mij geworden is. He, he's changed in my enemy. So en so so, dat is zo diep. Dat is zo diep. Dat is zo, dat raakt mijn hart. Dat raakt mijn leven. Où is mijn God? Où is mijn God? La Bible dit in Français: Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? A-t-il dans sa colère retiré sa miséricorde? Pause. De Bible hébreu euh, euh, dit: Cela. Cela. Il faut penser maintenant. Nu moet ik nadenken. Ik begrijp het niet meer. Ik zit helemaal aan de grond. Begrijpt u? Dat is een crisis. Dat is pas een crisis. Dat is pas een crisis. Als je van iedereen, zelfs je denkt, in je gedachten denk je dat je zelfs van God verlaten bent. Is dat mogelijk? Is dat mogelijk? Lieve mensen, weet u, en dan kom ik tot een, tot een bijzonder woord. En dat wil ik even lezen in Markus 15. Een heel bijzonder woord in Markers 15. En dat zoek ik ook even op in de Engelse Bijbel in Markers 15. Daar treffen wij Jezus Christus aan. En Jezus Christus. Die treffen wij daar aan in de diepste crisis van zijn leven. In Markers 15. In Markus 15 daar treffen wij Jezus aan in vers 34. In de diepste crisis van zijn leven. Als hij daar verlaten van. Ja, dat is erg. Van zijn vrienden verlaten. Van Petrus. Waar is Petrus? Hij heeft hem verlaten, heeft in de steek gelaten. Waar is zijn moeder? Hij ziet hem niet. En daar hangt de Heer Jezus aan het kruis. Hij is opgehangen, naakt aan een kruis. Hij wordt bespot en dat is vreselijk. Dat gaat er diep in. Hij wordt uitgelachen. Dat gaat er diep in. Ze bespotten hem, ze dagen hem uit. Maar wat is het ergste? Wat is het allerergste wat Jezus daar aan dat kruis meemaakt. En dat lezen wij. En het staat in het Engels en het staat in het Nederlands en het staat in het Frans in dezelfde taal. Het staat in het Aramees. Eloi. Eloi. Lama. Sabachtani. Mijn God mon Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? My God. Staat er in de Engelse, in de Engelse vertaling, vers dus 34. En vergeef mij de, de, de uitspraak als ik het niet goed um, zeg. Eloi, Eloi, lama sabachthani, which is being interpreted. My God, my God, why hast thou forsaken me? Is de King James Translation. Forsaken me. Jesus didn't say my father. He said my God. You have forsaken. Then my friends can forsaken me. My friends can forget me. But you. My own father. Mijn eigen vader heeft mij vergeten. En hij zegt mijn God. Mijn God. And do you know. Weten jullie. Zet u Waarom de Bijbel dat niet heeft vertaald is opmerkelijk. In het Engels is het niet vertaald, in het Frans is het niet vertaald, in het Nederlands laten ze het staan: Eloi, Eloi, Lama Sabachtani. Waarom staat dat daar? Weet u waarom? Als je erg geraakt bent, en misschien spreekt u ook een dialect behalve het Engels, misschien spreekt u uw eigen dialect, wij hebben in Nederland verschillende dialecten. Ik kom uit Zeeland en als ik, ik ik praat is een dialect zit zeus. En als ik erg geraakt ben, ik ben hevig geëmotioneerd, dan druk ik mijzelf uit in dat dialect. En zo so is het ook en maybe when you are touched, you don't even speak English, but you speak in your own language, what you have learned from your mother. Yes. You can understand me. Yes, maybe where you are, say hallelujah to God, say the hallelujah. I say yes. Oui, yeah. et mes, mes amis français, quand tu as été touché, peut-être que tu parles le français, mais je sais, en, euh, au Congo, quand on parle le français, on préfère le lingala ou le swahili. Quand on est touché, vraiment touché, on commence à parler dans la langue maternelle, la langue de la mère. Donc, nous parlons quand nous sommes profondément touchés dans nos moedertaal C'est ce que fait ici. Jezus spreekt in zijn moedertaal. En hier het kind Jezus spreekt in de taal van zijn moeder, roept hij naar zijn vader in de diepst van zijn crisis. O mijn God, mijn God. Waarom verlaat u mij? En ieder woord heeft accent. Ieder woord heeft nadruk. Mijn God. Waarom verlaat u, mij. Ik kan deze woorden niet anders lezen dan met heel veel nadruk. Soms dan hoor je ze dat heel snel lezen. Die mensen begrijpen niet waar ze het over hebben. Als je dat één keer, als dat tot je doorgedrongen is. De heilige schrift, ieder woord is de een, een, is inspired word of God. Every word. Maar in die inspired word of God zijn de verschillen die nog meer accent hebben. En voor mij is dit het meest diepe woord in de Bijbel wat ik ooit heb gelezen. Elo. Elen. Elen. Lama, sabachta. Dat is zo diep, dat gaat zo diep. En weet je waarom dit zo'n belangrijk woord is, lieve mensen? Waarom is dat zo belangrijk? Weet je, jij in je crisis, jij in de diepte, jij in de put, jij in de kuil, jij in de grot, jij in de zee, jij kunt nooit zo diep zakken dan Jezus hier. Jij kunt nooit zo diep in de, in de ellende zitten dan Jezus. Is dat niet een geweldige troost? Is dat niet de geweldige bemoediging? Deze Jezus, die van God verlaten was. Hij kon niet op de aarde. Hij kwam niet in de hemel. Hij hing ertussen. Hij hing ertussen. Zo hing hij, bebloed en bespot. Zo hing hij. En hij gebruikte zijn macht niet van God verlaten, van mensen verlaten. Opdat jij, toi, jamais de Dieu. Jij nooit van God meer verlaten, hoe diep je crisis ook is, hoe moeilijk het ook is, wat je hebt meegemaakt, al ben je verkracht, al ben, heb je geweld gehad in Afrika. Peut-être on t'a violé au Congo, peut-être tu as perdu de tes proches, ce que tu as vécu, mais bien aimé, vois un peu Jésus, crie vers lui, parce qu'il te connaît, il sait, il sait ce que tu fais. Il sait ta souffrance, il connaît tes larmes, il connaît ton cœur, il connaît ta pauvreté, il connaît tout, toutes les factures que tu ne peux pas payer. Parce que Jésus, il a été dans le ténèbres, il a même été dans l'enfer, il a été dans l'abandon, il a subi le rejet. Il a il a été dans sa vie. Et n'est-ce pas ne terrible? Quand on est rejeté, n'est-ce pas Afgewezen. Door wie was hij afgewezen? Jezus is afgewezen. Door zijn eigen volk. Door de Joden. Afgewezen. Door zijn eigen vrienden. Zijn beste vriend Petrus. Die zei de donderdagavond: Ze mogen u allemaal verlaten. Maar ik zal u niet in de steek laten. Ik ben er. Ik zal er staan. En een paar uur later loopt hij als eerste weg. Verlaten van zijn vrienden. Petrus, Jacobus, Johannes. Vrouwen waren er niet. Maar het ergste is verlaten, afwijzing. En ik weet dat er van mijn mensen die naar mij kijken. Je sais parmi de gens qui me regardent. Dat er mensen zijn die de afwijzing, de afwijzing diep hebben gevoeld. Le rejet. Dat kan een crisis zijn. Een crisis d'identité. Een identiteitscrisis. Want je vader wilde je niet meer. Je moeder wilde je niet meer. Je bent afgewezen. Wat een diepe, diep verdriet. Niet geliefd te zijn. Wat een diep verdriet is dat. Misschien ben je daar nog niet voor genees. Dat je dat diepe verdriet. Misschien heb je een identiteitscrisis. Wie ben ik eigenlijk? Ik weet niet wie ik ben. Ik weet niet wie mijn vader is. Ik weet niet wie. Wie ben ik? Nou, deze crisis heeft Jezus Christus ook meegemaakt. Want hij zegt: Mijn God. My God. Mon Dieu, pourquoi m'abandonnes-tu? Donc, il a fait ça. Et pourquoi il a fait ça? Parce qu'il veut te sauver. Parce qu'il veut te consoler. Parce qu'il veut t'essuyer tes larmes. Parce qu'il veut t'embrasser. Parce qu'il veut montrer son amour. Parce qu'il veut ouvrir son cœur. C'est ce qu'il a fait. Il est notre intermédiaire entre Dieu et entre nous. Deze Jezus, die staat tussen ons in. Deze Jezus is in de crisis geweest. Een crisis die zijn weergaan niet heeft. Lieve mensen, en deze crisis, die gaat voorbij. Deze crisis gaat voorbij. En daar wil ik mee afsluiten. Want denk u niet. Denk u niet. Het meer valt in het nederlands van crisis-crisis. Soms gebeurt gebeurt dat je van de ene crisis in de andere crisis wandelt. Dat kan. Van de ene crisis in de andere crisis. En ik wens u heel veel welvaart toe. Bien sûr. J'espère que vous allez avoir beaucoup de prospérité. Mais ne crois pas que ça va finir ici sur cette terre, parce que Jésus a dit qu'il faut traverser. A travers beaucoup de tribulation, Wij zullen door heel veel verdrukkingen moeten ingaan. Dat is zijn testament. Maar maar en dat is het heerlijke van het Evangelie. Dat is fantastisch. Dat is het heerlijke van het Evangelie. Dat is echt le message. Le message de notre Dieu. Quand lui il parle à travers de deux pierres. Parce que 2 pierre il a dit que selon ses, ses promesses, et je vais les je, je le trouver pour vous, 2 pierre 3, et je vais clôturer avec uh, ces paroles, en 2 Péters 3, il y a un vers dans le 13e vers, et c'est un vers que nous devons moeten onthouden. D'abord, je vais le lire en, en français. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Sur cette nouveau cieux et cette nouvelle terre, il n'y aura pas d'injustice. Fini la violence, fini la corruption. Il n'y a plus, plus de corruption, plus de violence. met zuretten nieuwe aarde en dat va venir. Want Jezus viendra bientôt. lieve mensen De staat in 2 Peter is 3 vers 13. Maar wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Misschien wordt u gekweld door onrecht, door een crisis van onrecht. Misschien wandelt u door de corruptie. Misschien wordt u gecorrumpeerd. Maar dat zal voorbij gaan. Jezus zal weldra terugkomen. En dan zal er naar Zijn belofte komen: een nieuwe hemel. En een nieuwe aarde, waarop gerechtigheid woont. Amen.